Mijn naam is Christy, Christy Greven. Ik ben 66 jaar, net gepensioneerd. En ik doe vanaf mijn 50ste jaar vrijwilligerswerk. Verschillende soorten vrijwilligerswerk, wat me altijd veel opgeleverd heeft. Waar ik veel plezier in heb. Christy, je bent IC-verpleegkundige. Dat klopt. En daarnaast ben je dus vrijwilliger geworden. Ja, dat klopt. Ja. Je hebt heel divers vrijwilligerswerk gedaan altijd, hè? Ja, ja. Ik heb, toen ik 55 was, zat het op de IC allemaal wat moeilijk. Het werd wat zwaarder. Ik had gewoon tijd nodig om even afstand te nemen van alles. En toen ben ik voor 2 maanden naar Ghana gegaan als vrijwilliger. Onbetaald verlof genomen en daar heb ik in de medische post gewerkt. Wat deed je daar precies? In die 2 maanden heb ik verschillende afdelingen gedaan. Ik heb op het laboratorium gewerkt, waar ze onderzoek deden naar malaria. Dus met een microscoop gewerkt. Ik heb ook op het archief gezeten. Ik heb geholpen met mensen inschrijven. Dus dan zat je in een grote ruimte waar iedereen binnenkwam met kleurige doeken en de kippen en de geiten liepen om je heen. En dan kon je inschrijven, de patiënten inschrijven. Verder heb ik ook geholpen bij een organisatie die malaria-netten, distributie van malaria-netten. Dus ben ik meegegaan eigenlijk het land in, of in de regio ook. Dus ja, ook daar verschillende dingen gedaan. Was erg leuk, ja. Ik zie zelf nooit zoveel verschil tussen werk en vrijwilligerswerk, voor mijn gevoel. Ik bedoel, als je doet wat je leuk vindt, dat doe ik als ik werk, maar dat doe ik ook als ik vrijwilligerswerk doe. Ja. Je bent later ook nog teruggegaan naar Ghana voor een tweede project? Ja, 2 jaar later, dus mijn man meegegaan. Toen zijn we daar 1 maand geweest en hebben geholpen met een kantoortje bouwen voor de organisatie die toen de muggennetten distribueerde. Ja. Nurses on Tour heette dat. Ja. Hoe voelt dat voor jou, zoiets? Ja, heel bevredigend. Ik vind het heel fijn. Ik vind het fijn om contact te maken met de mensen. Het is een totaal andere cultuur. Ik vind het ook belangrijk dat ik vanuit een hele andere hoek naar mijn eigen leven kijk. Naar hoe wij hier met allerlei dingen omgaan. Het zit al die jaren, heb ik het meegenomen. Het zit nog steeds bij me. En dat heeft me heel veel opgeleverd. Ben je daar ook kunstzinnig bezig geweest in Ghana? In Ghana, de tweede keer dat ik daar was, heb ik muggennetten opgehaald. En die moesten natuurlijk schoongemaakt worden, want die zijn geïmpregneerd. Dus die moeten goed. Dus die hebben we gewassen, schoongemaakt, in repen geknipt. En daar heb ik geholpen met mensen te leren hoe ze moeten haken. Dus ik had grote houten haaknaalden meegenomen. En daar hebben we tassen gemaakt. Ik heb begrepen dat een van die meisjes, die heette Hawa, dat die nog die tassen probeerde te verkopen. En onder het naam Hawa. Dus dat was ook wel heel grappig, ja. Toen kwam je terug in Nederland? Ja. Toen ben je gewoon verder gegaan met je vrijwilligerswerk, hè? Toen ben ik verder gegaan, ja. Weer een poos even wat rustiger aangedaan. Nadat ik gestopt ben, zeg maar, met werken. Toen ben ik bij de kringloop, daar heb ik nog 2 jaar gewerkt. Ook als vrijwilliger. Vind ik ook heel erg leuk. Daar kon mijn creativiteit weer helemaal kwijt. Daar kon ik alle spulletjes bij elkaar. Kon je etaleren van spulletjes. Vond ik ook erg leuk. En nu de laatste periode ben ik bij buurtzorg terechtgekomen. Ja. Over creativiteit gesproken. Ik zie hier echt van alles hangen en staan. Kun je daar iets over vertellen? Ja, die creativiteit heb ik altijd wel in me gehad. Ik heb het altijd heel erg leuk gevonden om, om bezig te zijn. Meer met mijn handen dan met mijn hoofd, zeg maar. Toen ik 50 was, dacht ik, nu ga ik die kunstacademie doen. Dat is toch wat ik eigenlijk al vroeger had willen doen. Maar dat kwam er toen niet van. Dus met 50 jaar de kunstacademie gedaan. En dat heeft mij ook heel veel opgeleverd. Heel veel verschillende materialen. Verschillende technieken. In die tussentijd ben ik dus naar Ghana geweest. En toen ik terugkwam uit Ghana, toen dacht ik, ja, wat ga ik nu dus? Hoe ga ik nu mijn studie afronden op de kunstacademie? En dat heb ik dus gedaan met een anatomische les. En dat is eigenlijk, daar heb ik de kunst en de medische wereld aan elkaar gehaakt. Nu ben je pas begonnen bij buurtgezinnen. Wat is jouw rol daar? Nou, ik ben begonnen bij buurtgezinnen omdat ik het een mooie organisatie vind. Omdat ik het gaat over gezinnen die geen vangnet hebben, zeg maar.
die het moeilijk hebben op dat moment. Waar de kinderen dan eventjes één middagje in de week bij iemand anders kunnen spelen. Of je kan ze iets aanbieden. En de ouders die hebben even rust. Dus het is gewoon eigenlijk voordat de grote problemen zich voordoen, kun je eigenlijk al wat hulp aanbieden. Ja. Wat trekt jou aan in dat vrijwilligerswerk? Nou, vooral het stukje preventie wat daarin zit. En dat je eigenlijk iets heel leuks kan doen door een kind een middagje te laten spelen. En dat dat al heel veel betekent voor mensen. En dat is ook iets wat je zelf heel leuk vindt. Ja. En je gaat workshops geven voor vrijwilligers? Ja, dat was inderdaad gevraagd, ook via buurtgezinnen. Die zochten mensen om workshops te geven. Eind november, drie dagdelen, ga ik kerstballen haken met de mensen die dat leuk vinden om te gaan doen. Ja. En mensen kunnen zich daarop inschrijven? Ze kunnen daarop inschrijven, ja. En het is wel de bedoeling dat ze een klein beetje kunnen haken. Dat lijkt me wel handig. Degene die echt niet kan haken en het toch heel graag wil, die wil ook zo nog wel eens, die mag ook zo nog wel eens langskomen. Maar als er echt een groepje is, dan 5 mensen, denk ik. Gaan we kijken wat we kunnen doen. Hoe lang ga je nog door met vrijwilligerswerk? Nou ja, zolang het leuk blijft. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ik denk dat je vrijwilligerswerk kan blijven doen, zolang het leuk is. Ja. Zou ik mensen ook aanraden? Ja, zeker. Ja, ik zou aanraden om iets te gaan doen wat bij je past. Dat je 's morgens denkt van, nou gezellig, ik ga daar naartoe. Of nou wat leuk. En het mooie ervan is de betekenis wat je kan hebben voor andere mensen. Zeker als je niet meer in het werkzame leven staat, zeg maar. Maar ja, dat zeg ik, de scheiding tussen vrijwilligerswerk en werk is eigenlijk klein. Het is alleen dat het niet betaald is, maar het betaalt zich op een andere manier terug. Kijk voor meer info over vrijwilligerswerk op beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl.